U-vormige gebouw aan het Weeshuisplein staat bekend als het Weeshuis en dateert van 1892. Men bouwde het omdat het toenmalige Weeshuis in de Ridderstraat te klein was geworden. In 1893 trokken de Weeskinderen en oude lieden, die inmiddels ook een onderkomen in het Weeshuis hadden gevonden, in hun nieuwe behuizing. Het gebouw is sinds 1953 niet meer in gebruik als weeshuis. Tot 1960 was het een tehuis voor werkende jongens. Nadat het in de handen van de gemeente Vlaardingen was overgegaan, heeft het voor vele doeleinden dienst gedaan. Onder meer als tentoonstellingsruimte, verenigingsgebouw en als peuterspeelzaal. Tegenwoordig heeft het een woonfunctie en is er een aantal gezondheidscentra gevestigd.